begraven liggen. Nu is het een bijzondere verblijfplek waar je van het mooie uitzicht kunt genieten aan zee. Boeken hebben altijd een rol gespeeld in mijn leven. Want toen ik van de MAVO kwam vroeger, heel lang geleden, toen zei mijn moeder, kindje, ik kan niet verder studeren, maar ik heb er een hele mooie baan voor je gevonden. Je houdt van lezen. En ik heb een baan gevonden in een boekhandel. En een hele mooie boekhandel in Assen. Boekhandel van Gorkum en Komp. Echt een ouderwetse boekhandel met een ouderwetse professor aan het hoofd. Professor Prakke. Iemand vroeg mij om een artikel te schrijven voor de Bergense Kroniek. En toen zei ik, ik kan helemaal niet schrijven. En hij zei, natuurlijk kun je schrijven. En hij gaf mij toen het lijstje met onderwerpen en daar stond op Koloniehuizen Bergen aan Zee. Toen dacht ik, hé, dat is een leuk onderwerp. Daar is vast wel iets over te schrijven. En ik ben begonnen. En toen dat verschenen was, toen vroeg Rosie Bolands van Huizen Glorie mij, wil je een boekje schrijven over Huizen Glorie? Ze zegt, van, dat vind ik leuk, dat is leuk voor de gasten. Ik zeg, nou, ik zal het proberen. En dat heb ik gedaan. En toen brak bij mij braken de dijken en bleef ik maar schrijven en schrijven. En nu heb ik geloof ik 10 boekjes of zo geschreven. Villa Russenduin. Hoe komt zo'n prachtig gebouw op een duintop in Bergen? De familie Zeiler had een hotel in Baren en daar logeren vaak mensen uit Indië. Hier had je dus het badhotel van de familie Zeiler en daar logeren veel mensen die ook in Baren logeerden. En onder andere de familie Jansen. Die kwamen veel op vakantie in Bergen aan Zee. August Jansen die reed op een gegeven ogenblik door Bergen en die zag die duintop en die dacht dat is een leuke plaats voor een vakantiehuis. Dus hij heeft opdracht gegeven aan de gebroeders van Gent om een vakantiehuis te ontwerpen. Het was echt helemaal hypermodern. In de keuken hadden ze de kooktoestellen, die werden van onder de vloer verwarmd en verhit. Alle kamers waren ingericht. Het was echt super chic en super groot en mooi. Alles was heel bijzonder. Het was echt een prachtig huis. Er zijn nog behoorlijk veel details van terug te vinden. Er zijn nog radiatoren uit die tijd en er zijn overal nog tegeltjes. En de trapleuning, de glas-in-loodramen met de geschiedenis van de omgeving, de strijd tussen de Russen en de Fransen. Zo langs de trap. Maar er heeft nooit iemand gewoond, want August Jansen ging dood 2 weken nadat het gebouw af was. En toen stond het leeg op het Russenduin. Vandaar dat ook die spookverhalen kwamen, omdat men dacht zo van daar zijn echt heel veel Russen overleden. En ja, die laten dat natuurlijk niet zomaar gebeuren dat daar een huis bovenop gezet wordt. En het heeft veel te koop gestaan, jaren eigenlijk. En toen is het gekocht door Biovakantieoord. De parketvloer in de grote hal, die is nog van die tijd. En als je dan bedenkt hoeveel honderden, duizenden kinderen daar hebben gespeeld en gedaan, dat is ongelooflijk.
Bierbrouwerij Sancti Adalberti in Egmond brouwt al jaren ambachtelijk bier met een spiritueel tintje. Het abdijbier wist als een van de eerste lokale biertjes het gat in de markt te vinden en brouwt duizenden liters per jaar. De brouwerij bestaat nu ongeveer 2,5 jaar en we maken ongeveer bijna 200.000 liter speciaal bier en we gaan nu naar de bottenlijn. We maken hier het bier op de brouwerij Egmond, abdijbier. We hebben een link met de abdij. Van vroeger, oudsher, werd er al bier gebrouwen. En sinds de verwoesting, 1572, wordt er geen bier meer gebrouwen in Egmond. Dat hebben we weer opgepakt. We maken hier weer biologisch bier met gebruikmaking van het water van de Adalbertusakker, lindenbloemen, bloesem. Die ook op de Adalbertusakker staan. Voor de rest biologische gerst en tarwe, biologische hop en gist. We kweken hier onze eigen gist. Dit is nu een liter. Gaat vervolgens in 10 liter en uiteindelijk 2000 liter bier aan het gisten. Het bier is bijzonder omdat we er niets mee doen wat betreft houdbaarheid. We filteren niet, we stabiliseren niet, we steriliseren niet. Je krijgt nog puur bier, geen conserve. Nou, hoe maken we het bier? Eenvoudig door gerst of tarwe mout te gebruiken. Dat gaat in de ketel samen met water en er wordt langzaam verwarmd. Het zetmeel wordt omgezet in suiker en vervolgens wordt het gefilterd op een klaringskuip zodat het kaf achterblijft. Dat noemen we bierborstel en het wordt opgehaald door de klompenhoeven. Die geven het aan hun biologische geiten en wij krijgen in ruil daarvoor hun biologische kaas terug voor in het proeflokaal. Vervolgens wordt de wort gekookt. Met de biologische hop erbij. En na 1,5 uur koken wordt het weer afgekoeld, de hop eruit gehaald en gaat het naar de gisttank. Alwaar we dan verse gist toevoegen en het bier tot een week zal gisten. Na de gisting volgt nog een rijpingsproces van zo'n 3 weken. En dan is het bier klaar om afgevuld te worden. Of in fusten van 20 liter of we vullen het in flesjes af. Dan krijgt het nog een klein beetje suiker, een klein beetje verse gist. En dan gaat het nog een keertje naar de warme kamer om na te gisten. Dan rijpt het bier verder op een eigen gistcultuur, zodat het bier een natuurlijke houdbaarheid krijgt. We zijn nu in het proeflokaal. Het is op een bovenste etage, eerste verdieping. Normaliter, als er geen corona geweest zou zijn, hadden we hier heerlijk kunnen gaan zitten. En op vrijdag, zaterdag, zondag is hij altijd open. Helaas, ja, door de omstandigheden even dus nog niet. We hopen inderdaad in het nieuwe jaar dat het wel een keer gaat gebeuren. Reserveer wel van tevoren in verband met de maatregelen voor de corona. U bent alle van harte welkom. Een rondje met Rob. Ook in deze aflevering gaat bouwhistoricus en architect Rob de Vries op zoek naar opmerkelijke gebouwen in deze gemeente. Nu een kijkje bij het monumentale en roemrijke Zuilenhof. Vandaag staan wij voor de Zuilenhof in Bergen aan de Oude Bergerweg. Dat is ook een van de alleroudste wegen van Bergen. Het aardige van dat gebouw is dat er in het begin, en dat is voor ongeveer 150 jaar geleden, nog wel heel wat gebeurd is met het gebouw. En later door de familie Masmeijer is gekocht en die hebben het tot heel lang bewoond. En de gelaagdheid van het gebouw houdt eigenlijk dus 150 jaar geleden al op. Maar het begon bij een brand van een herberg. Hier stond een herberg. Die is voor een deel verbrand en op een veiling is die te koop aangeboden. Vroeger waren er geen makelaars, dus alles wat te koop was, dat ging via een veiling.
Die herberg die is gekocht toen door meneer Brakenhof, die hier een nieuwe herberg begon, maar ook een golfbaan aanlegde. En in die tijd, daar praten we over rond 1877, was dat golfen ontzettend populair. Er waren toch te weinig mensen die hier gebruik maakten van die golfbaan en die meneer die raakte failliet. Dus die moest alles verkopen en ook weer via een veiling. Dat is op die veiling gekocht door die familie Marsmeijer. Die liet die herberg verbouwen tot een enorm huis. Je ziet eigenlijk weinig van die gevel, omdat die natuurlijk helemaal begroeid is. De hoeklicenen, die zijn van zandsteen, maar dat kun je alleen daar op het hoekje nog zien. Verder zit er een hele mooie lijstgevel met een soort van renaissance-achtig dakkapel op. Maar voor de rest, het hele huis is eigenlijk één grote boom, zoals je dat zo ziet. Hier zie je de zandstenen hoeklicenen, zoals dat mooi heet. Dat zijn blokken. Maar het is ook wel gerepareerd, want je ziet heel veel pleisterreparatiewerk hier aan de zijkant. Maar hier zie je wel echt nog dat zandsteen zitten, met hier het huisnummer, nummer 2. Ik weet niet of van oorsprong de Zuilenhof al Zuilenhof heette, of dat het zo is gaan heten toen dit hier is gebouwd. Deze zuilen die zijn van hardsteen. Die zijn van de Korenbeurs uit Amsterdam, uit 1618. Die beurs is in 1884 gesloopt, op het moment dat ze de damrak gingen dempen. En toen werden die zuilen werd overal verkocht, dus die zijn ook hier een aantal terechtgekomen. Het zijn Dorische zuilen, dat betekent dat het een vrij sober kapiteel heeft. En verder hier een prachtige hardstenen plint waar het allemaal op staat. Er zijn ook hele mooie halfzuilen zijn gebruikt. Die zijn waarschijnlijk ook allemaal van die Korenbeurs. En verder een hele mooie lijst eromheen en een getimmerd plafond wat eruit ziet alsof het allemaal nog oorspronkelijk materiaal is uit die tijd. De gevel zelf van het gebouw, die hebben hele grote vensters. En ik heb al een paar keer gelopen kijken. Ik vraag me af of dit de originele zijn. Omdat er overal in het huis van die schuifvensters zitten, net als voor. En deze zijn heel groot. De rollaag die is ook vernieuwd. Dat kun je hier niet zien, maar dat kun je aan de andere kant wel duidelijk zien. Dus dat is allemaal vrij nieuw metselwerk. En het steenformaat lijkt ook wel groter dan de voorgevel. Dus er is toch wel heel veel gebeurd met dit pand. Die meneer Marsmeijer die hier dat huis van de veiling kocht, dat was een zeer succesvol zakenman. Het was ook wel een beetje een lastpak geloof ik, want hij heeft ook in de raad gezeten hier in de gemeente. En ik geloof dat hij en de burgemeester in die tijd niet zo ontzettend goed met elkaar overweg konden. Maar hij was heel slim. Op een gegeven moment is er een spoorlijntje aangelegd over zijn tuin. En daar kreeg hij natuurlijk flink geld voor. Maar hij had wel bedongen dat dat wel goed was. Maar dan moest de conducteur uitstappen en met een vlag voor de trein uit zorgen dat het veilig door zijn tuin heen reed. En dat is tot aan 1905, geloof ik, toen Bello hier ook nog reed. Die reed ook dwars door hun tuin heen. Hier zijn we meteen aan de achterkant waar ook zo'n prachtige erker eigenlijk te zien is. Of zo'n terras. Met ook weer diezelfde zuilen. En hier kun je dus zien wat eigenlijk de meest waarschijnlijke raamindeling is geweest van het huis. Wat ik net vertelde aan de zijkant van het huis. Hier zit die roedeverdeling in die eigenlijk, naar mijn gevoel, veel beter klopt bij de stijl van dit huis. Kijk, je kan hier goed zien dat ze geschilderd zijn geweest. Hier zie je ook die bronsachtige kleur die ik daar verderop zag. En ik kan natuurlijk niet zien hoe oud die verf is. Of dat zeg maar zelfs nog de verf is uit Amsterdam, dat weet ik niet. Je ziet hier de kannelure, of die vrijinslag weer. En hier zie je een stuk koraal. Dat kwam ook vrij veel in dat hardsteen kwam dat voor. Dit schilderwerk dat behoeft enige aandacht. Het aardige van een tijdje niet schilderen is dat er verflagen loskomen. Waardoor je hier ineens die okerkleur tevoorschijn zien komen. Dus die kozijnen, en dat is eigenlijk ook veel gebruikelijker in die tijd, die kozijnen die waren allemaal okerkleurig. Dus nou, dat gebouw dat vertelt toch altijd nog weer meer dan je in eerste instantie kan zien. Op de Bergense scholengemeenschap is speciaal aandacht voor creatieve talenten die soms ook doorstromen naar bijvoorbeeld de kunstacademies of mogen hun werk tonen in Kranenburg. Cultureel Bergen zet deze jongeren in de spotlight. We zijn vandaag in het Museum Kranenburg en ik
ben hier met een aantal leerlingen van de BSG, de Berger Scholengemeenschap. En zij hebben tijdens de lockdown afgelopen voorjaar allemaal kunstwerken gemaakt rondom het thema social distancing. En daar zijn ze begin dit schooljaar mee verder gegaan. En een aantal van die kunstwerken willen wij hier graag tentoonstellen in onze horecaruimte. Omdat deze helaas gesloten moet blijven voorlopig vanwege de coronamaatregelen. Dus toen dachten we, nou, waarom niet een mooie ruimte inzetten voor deze leerlingen? Door corona kan je geen handen meer schudden. En ja, hiermee wou ik iets maken waardoor je op afstand handen kan schudden. Ik heb een BSG uitgekozen omdat het heel erg creatief is. Ik ga later nog door met schilderen. Maar ik ga als vervolgopleiding biomedische wetenschappen doen. En dat is eigenlijk totaal iets anders. De Nederlandse lockdown is natuurlijk een vreselijke periode geweest voor heel veel mensen. Maar ik merkte vooral dat er voor mij een heel positief gevolg achter zat eigenlijk. Ik ging me veel meer focussen op mezelf en ging meer van mezelf houden. En dat probeerde ik hiermee uit te beelden. De origami bloemen geven de zelfontplooiing weer. Ik heb gekozen voor veel bonte kleuren, zodat het geheel des te mooier af zou steken tegen de achtergrond. De bloemen zorgen ook voor het relief in het doek. Ze krullen om en hellen over, waardoor het eigenlijk niet eens het torso, maar alleen het papieren boeket is dat echt centraal staat. Op deze wijze heb ik geprobeerd mijn persoonlijke groei weer te geven als het letterlijk en figuurlijk ontvouwen van een bloem. Ik heb er zeker over nagedacht of ik iets wilde doen met kunst later, maar het antwoord daarop is helaas nee. Ik heb wel een andere discipline waar ik heel erg geïnteresseerd in ben en dat is de literaire kunstvorm. Dus teksten schrijven en zo vind ik heel leuk. Zo ga ik ook de tekst van deze tentoonstelling ga ik schrijven. Afgelopen jaar zaten we bijna allemaal thuis in maart. Zo ook ik. Maar in tegenstelling tot de meeste verhalen die ik hoor, vond ik het helemaal niet erg. Ik kon mijn eigen dag inplannen en precies doen waar ik van hou. En bijna een half jaar thuis te hebben gezeten, was ik weer op school met honderden mensen waarvan ik geen afstand hoefde te houden. Uit dit gevoel is mijn concept ontstaan. Een soort safe room, waar je even kan ontsnappen uit de werkelijkheid. Maar dan in een omgeving die goed bij me is gaan passen. Namelijk tussen de planten. Het verhaal van deze kamer die ik gecreëerd heb, slaat vooral op mezelf. Zo is het poppetje dat je ziet in deze kamer een fictieve weergave van mezelf. Ik ben in deze kamer in mijn element en hoef niet te denken aan de buitenwereld. Stay home, stay at home, staying at home. The novel coronavirus. We all need to do exactly what we're biologically programmed not to do. Social distancing. Als je aan liefde denkt, denk je natuurlijk aan een hart. Dus ik heb een hart gemaakt van klei. Maar ik wou niet alleen maar een hart maken, maar ik wou dat gevoel echt uitbeelden. Dat heb ik gedaan door het hart vast te binden met ijzerdraad, waardoor het als het ware geen kant op kan. Daarna heb ik het vastgebonden in een ronde doorzichtige bol van plastic, waardoor het nog meer dat opgesloten gevoel krijgt. Aan tafel Judith van Lunchen, alias Xerxa, programmamaakster, beeldend kunstenaar, cameravrouw, galeriehoudster. Installatiemaakster. Wat ben je eigenlijk niet? Ondernemster in Creta. En ontzettend goed. Boekmaakster voor Licht op Legende. En heel goed in salsa dansen. Ja, en ik hou erg van salsa en beweging. Ja. Je zit hier op een hele mooie plek, midden in het dorp. Mm-hmm. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik wist dat het vrij kwam te staan. En daar zat ik nog wel achteraan. Nu zit ik hier 2 jaar. En wat is er in die 2 jaar gebeurd allemaal? Veel. Jazzmuziek, verschillende exposities, de oude bokjes, She, een garagepunkband, een jonge garagepunkband heeft opgetreden. Lily Bodypaint, allemaal voor de openingen. En eigenlijk een grote wissel met verschillende kunstenaars, ook uit Bergen, maar ook uit heel Nederland en ook uit Argentinië van alles nog wat. Kan ik zeggen dat je hier in al je veelzijdigheid al jouw eieren kwijt kan? Deels. Bijna wel. Ja, want er gebeurt een hoop. Ik zeg altijd zo, ik zit naast de spil van het dorp, namelijk dat is de snackbar Bello. Daar gebeurt het allemaal. En waarom heet het Da Bank? Ja, dit was een bank. Het heeft ook een kluis. Ja. Daar lok ik mensen ook mee naar binnen. Zeg ik, ga maar kijken in de kluis. Wat gebeurt er in de kluis? Die,
kinderen trekken dan die oudere mensen mee. Dat is echt heel grappig. En wat is er in die kluis dan? Kunstwerken. Dus nu binnenkort kort komt Ellie Stolwijk. Die gaat daar een installatie maken. Allerlei kunstenaars hebben daar van alles nog wat. En jij werkt hier ook aan jouw eigen installaties? Ja, er is er nu eentje ook naast de kluis. En hierachter is mijn atelier. En nu krijg je natuurlijk gewoon beelden van... Iets heel anders te zien. Alpen en naakte skiende mannen. Ja. Maar heb je het idee dat je ook gevoed wordt? Dat je geïnspireerd raakt door telkens dat er weer nieuwe kunstwerken verschijnen? Ja, het is leuk, want dan heb je reuring. En cultuur zit er een beetje in een klem, houtgreep nu. En het is gewoon mooi dat er mogelijkheden zijn op allerlei manieren... En dus meer verkoopbare kunst bijvoorbeeld. En kleinere kunstwerken die ook die mensen weer naar binnen trekken. Voor iets minder toegankelijke kunst van kunstenaars. En verkoop je hier ook veel kunst? Ja, van iedereen. En streven is ook dat minstens één kunstwerk per van een kunstenaar of kunstenares wordt verkocht. Liefst meer. En dat gebeurt ook. En die van mezelf ook. Beelden. En je kiest telkens weer voor andere vormen eigenlijk. Mm-hmm. Mens is een gevoelswezen. En ik vind het heel mooi als er dingen gereflecteerd kunnen worden naar binnen toe. En ik vind kunst, is de sleutel voor onze binnenwereld. En we hebben dat nodig als mens om gelukkig te zijn, om heel te worden. Dus je probeert iets op te wekken. Ja, en ook door middel van de kunstwerken van de mensen die hier dan exposeren. Of die ik uitnodig, of die gewoon spontaan binnenkomen lopen. Dan heb ik iets uitgedacht. En bijvoorbeeld over Enlightened Beasts. Dat was begon met midwinter. De kortste dag van het jaar. Dus dan komt daarna het licht. De viering eigenlijk van kerst. Hè? Ja. Het is gewoon heidens natuurlijk. Hè? Want het is de omslag. Dus ze hebben gewoon Christus erin gezet natuurlijk. Hè? Het kindje Jezus. Maar die was eigenlijk in februari jarig. Oké, maar het heidensfeest. Je viert dat het weer lichter wordt. Ja. Nou, je zet iets zeg maar in wording. Dus je bedenkt iets en dan komt het allemaal naar je toe. Het is eigenlijk een beetje het boeddhistisch, taoïstisch. En nogmaals, iedereen heeft daar wortels mee. En je stelt je ervoor open en dat kwam precies op de goede tijd eigenlijk. Ja, dus, hoe jouw creativiteit stroomt. Ja, het is een stromen, maar iedereen heeft dat. Ja. Dus het is niet een verdienste van één iemand. Het hele leven ontvouwt zich als je openstelt. Ja. Mooi. Ja. En dat probeer je eigenlijk op al heel veel vlakken te ontwaken bij mensen. En poëzie en net met de literatuur en met de theater en performances en installaties. Je bent behoorlijk grenzeloos. Ja, totaal. Ja. Judith, wat is er nu te zien? Nu is de expositie Who's Your Angel? En dus dat is Wie is je engel? Mooi in kerstsfeer. Ja. Wie is je engel? Eigenlijk ben je zelf je eigen engel. Dus ik wilde ook een kleine installatie maken met een spiegel. En dan zei je, who's your angel? You are your own angel. Mooi. Ja. Dat brengt ons naar het eind van deze mooie kerstige aflevering. Nu al. Dankjewel, Judith. Ja. En dankjewel allemaal voor het kijken. Ik wens jullie een hele mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja.